een week in mijn leven van de maand oktober. Het is sinds vandaag herfstvakantie en nou ja, ook al deel ik mijn eigen tijd in qua studie en kan ik dus in principe ook mijn eigen vakanties bepalen, ga ik alsnog gewoon door met studeren in de vakantie, want ik was sowieso al later begonnen met mijn studie, dus... maar ik vind het ook niet erg, want ik vind het wel leuk. Ja, ik hoop dat je zin hebt in deze video, dus laten we gaan beginnen. Oké, nou, zaterdag ging ik dus naar IKEA met mijn moeder. We hebben verder niet echt iets bijzonders gekocht. We hadden gewoon zin om naar IKEA te gaan. Het was het zondag en toen gingen we naar Walibi Fright Night. Vorig jaar zijn we ook gegaan en we gingen nu met een nog grotere groep. Dus dat was echt vet leuk. In de volgende beelden gaan jullie zien hoe het was. Sfeerbeelden. Ja, ja. Heb je hard gehouden? Kijk, broer. Dit is onze Kleine villa. Dit is onze Hey. Ik ben echt heel erg bang. Ik vond het echt heel leuk. Het was Rob, ik ga nooit meer. Niet één! Dat was heel eng. We gaan nu in Jackie. Nou, we hadden best veel spookhuizen gedaan en tussendoor gingen we in de achtbanen. En als allerlaatste hadden we het allerengste spookhuis. En je ziet nu onze reactie van hoe we uit dat spookhuis kwamen. Ik hoor iemand voor de deur. Hey! Hey! Every day I'm thinking of you. Ik ga me ten eerste even omkleden, want we gaan vanavond uit eten. We gaan met best een grote groep uit eten. Gewoon met een paar vrienden van mij, nog voor een verjaardag van een vriend van mij. Ja, weet je, normaal film ik dat soort dingen eigenlijk nooit. Ik weet niet, als ik met mensen ben, dan vergeet ik ook automatisch gewoon om te filmen eigenlijk. Nou, allemaal leuk, maar ik ben gewoon weer vergeten te filmen. Überhaupt ben ik mijn hele camera vergeten. Dus ja, dat gaat lekker. Maar we gaan nu door naar maandag. I've been waiting for you for a while. I've been waiting for you. What's the word? What's the word? What's the word? What's the word? I've been waiting for you. Daar zit ik weer. Je zag misschien net al wat ik aan het drinken was. Ik ga daar even wat meer over vertellen. Dit stukje is een samenwerking met Y-Food. Stel je hebt dus een keertje geen tijd om ontbijt, middageten of avondeten te bereiden. Dan kan je dus in plaats daarvan zo'n drankje nemen. Nou, ik was zelf wel heel erg benieuwd, dus ik wil dat graag proberen. Want ik dacht van ja, hoe kan je nou echt vol zitten na zo'n drankje? Maar ik moet zeggen, het voelt echt net alsof je gewoon lunch hebt gegeten, vind ik. Natuurlijk is het belangrijk dat je gewoon gezond en afwisselend eet, maar stel je hebt echt een keertje geen tijd, dan is dit gewoon echt best wel een mooie vervanger in plaats van dat je niks eet of dat je echt super ongezond gaat eten. Ja, mijn persoonlijke favoriete smaak is de koffiesmaak. Dus ja, mocht je het willen checken, gebruik dan zeker even de link in de beschrijving. Ik vind het zelf heel erg bijzonder. Bedankt Y-Food voor deze samenwerking. Dan ga ik weer verder met mijn dag, want ik moet nog best wel veel doen. Dus dat was het voor nu. Het is vandaag maandag en ik heb vandaag echt helemaal niks gedaan. Eigenlijk gewoon heel de dag gechilled met Daan. Dat was wel gezellig. Het is natuurlijk ook wel vakantie, maar zoals ik al had gezegd, ga ik alsnog door met mijn studie. Dus dat ga ik vanavond doen. Ja, vandaag was ik niet echt bezig met mijn studie overdag. Dus ik ga het nu in de avond doen, maar ik ga eerst nog eventjes een cake bakken. Nee, een taart, een appeltaart die ik al heel lang niet gemaakt heb. Een speciale appeltaart met wat ook een boterkoek is, soort van.
Het is eigenlijk een soort studieavond, maar dan maak ik het net wat leuker door eerst nog even te gaan bakken. Dus ja, en morgen ga ik een nachtje naar een hotel met Daan. Het was nog voor zijn verjaardag in Utrecht, dus ik ben heel erg benieuwd. Het is gezellig, maar ik ga eerst nu nog even bakken en aan mijn studie en dan dat eigenlijk. Dus ja. We kijken wat Finn doet. Wat dacht je toen je dit deed? Honger. Finn, je kan ook eerst deze dicht doen. Ja, maar ik dacht het is heet of zo. En dan die open doen. In de minuten, 10 potgrutten, 10 potka. We zijn erachter gekomen dat Finn echt veel langer is dan ik. Moet ja, maar nu sta je, ga je groot staan. Nee, ik sta normaal, ik zweer het. Ik sta nu normaal. Nee, maar net was je echt nog een dwerg. Want moet natuurlijk filmen en dan een hapje nemen tussen filmen. Lekker! Hij is echt heel lekker. Hij is echt een beste ooit. Hij is echt cringe. Ja, dat zag ik al. Oké, toen was het dinsdag en vandaag ging ik naar een hotel met Daan in Utrecht. Ik heb er alleen niet heel veel van gefilmd, alleen op woensdag een klein beetje en dat zie je nu. Dit was ons uitzicht vanaf het hotel. Het hotel was echt leuk, het was in het midden van Utrecht centrum. Ik zal even in beeld zetten hoe het heet. Echt een aanrader en ja, was heel gezellig. Oké, het is vandaag het is vandaag donderdag 27 oktober en ik heb gewoon zo geen idee wat het eindresultaat van deze video gaat worden. Ik ging net alle beelden importeren en het is één grote chaos. Ik heb letterlijk bijna 2 uur aan beeldmateriaal van echt zoveel random dagen. Ik heb vandaag mijn nagels groen gelakt, want ik was in de vibe. Ik was gisteren in Utrecht met Daan, dat was echt heel gezellig. Ik heb niet zoveel gefilmd. Altijd als ik met mensen ben, dan vergeet ik gewoon echt dat ik een camera bij me heb. Dat is gewoon niet handig als je letterlijk een video wilt filmen over je leven. Want daardoor film ik alleen maar stukken alleen. Het was in ieder geval wel heel gezellig. En vandaag en morgen ben ik vooral gewoon thuis en bezig met editen. Dus heb ik ook eigenlijk bijna niks bijzonders te filmen. Maar oké. Wat ging ik eigenlijk zeggen? Ik weet het niet. Ik vind deze video's wel altijd heel leuk om te filmen. Maar ik moet het even wat meer gewoonte maken om ook wat meer te filmen als ik met mensen ben en ergens ben. Want dat vergeet ik dus altijd. Ik heb een hint voor de video van volgende week. Ik heb hem al 2 jaar eerder opgenomen. En ik wil het een traditie maken om het elk jaar op te nemen. Misschien weet je al een beetje wat het gaat worden. Ik vind het zelf altijd hele grappige video's. Dus wie weet kan je het al raden. Ik heb trouwens deze week zo weinig aan studie gedaan. Ik wilde echt gewoon lekker nog doorgaan in de vakantie. Maar ik was het gewoon vergeten. Volgende week ga ik dan extra doen en dan ga ik ook een real-time study with me opnemen, want dat komt al mooi uit. Genoeg gepraat, ik ga een stuk lopen en jullie meenemen in mijn main character walk. Bye. Oh ja, ik wil nog wat laten zien. Ik had in Utrecht nog nieuwe schoenen gekocht. Ze zitten niet meer in de doos, maar ik wilde, nou ja, even de doos laten zien. Deze schoenen had ik gekocht. De andere schoenen die ik elke dag draag zagen er namelijk zo uit. Ik heb ze al gewassen, maar dat hielp niet, dus dat is jammer. Deze bewaar ik gewoon voor als ik ga wandelen. Maar deze zijn net even weer wat nieuwer. Ik vond het wel leuk dat dit een beetje een andere kleur is. Ik vond dit ook wel leuk. Ik vond wel een vibe. En ook met dit logo vond ik ook cute. Ze zijn basic, maar ook weer niet of zo. Dat vind ik hier wel leuk aan. Dus ja, dat wilde ik even laten zien. Oh.
Ik ben nu de video aan het editen die jij nu kijkt. Het is echt een puzzel. Ik heb gewoon te veel beeldmateriaal om het te managen. En de helft ervan is ook gewoon echt onzin. Dus ja, ik ben nog wel even bezig. Maar het is wel leuk. Maar ik ga morgen het meeste doen, want ja, het is al laat. Nou, het is helemaal niet laat trouwens. Ik ben gewoon moe, laten we het daarop houden. Ja, ik moet hier ineens aan denken. Ik heb gewoon echt, sinds Friends van Netflix af is, mis ik gewoon wat te beleven. Ik echt, Friends, dat keek ik echt gewoon bijna dagelijks, dat maakt gewoon echt mijn dag. En toen dacht ik, weet je, waarom neem ik niet gewoon een HBO Max account? Ik heb echt serieus 6 euro per maand over voor Friends. Want Friends maakt gewoon mijn leven beter. Dus toen heb ik een abonnement genomen. En nu kan ik ook Euphoria zien, want ik had nog nooit Euphoria gekeken en ik was wel benieuwd. Dus daar ben ik ook aan begonnen. Ja, geen idee waarom dit goed is voor jullie om te weten, maar ik vond het wel leuk. Er komt echt niks zinnigs meer uit mij gewoon. Ja, ik zie jullie morgen weer. Ook al ga ik morgen ook niet echt iets bijzonders doen, behalve editen, dus. Oké, alsnog tot morgen. Doei! Nou, zoals ik had gezegd, ben ik heel dag aan het editen vandaag. Ik ga de video maar afsluiten, want ik heb vandaag niet heel veel te filmen. Ja, ik hoop natuurlijk dat je deze video weer leuk vond om naar te kijken. Ik ben benieuwd of je ook kan raden wat voor video er volgende week komt. Laat in de reacties weten wat je vond van deze video. En dan zie ik je hopelijk volgende week weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei doei!